Dit is een oefenopgave voor de 2F-rekentoets. Wil je de opgave eerst zelf maken, pauzeer dan de instructie. De vraag is hier om een breuk om te zetten in procenten. We kunnen zowel een breuk als procenten als een verhouding weergeven. We gebruiken hiervoor de verhoudingstabel. Bij de breuk is de noemer het geheel en de teller is het deel. Het geheel is hier dus 4 en we zoeken 1 van de 4. Dit gaan we omzetten naar procenten. Het geheel, 4, is 100%. We gaan nu de 1 in verhouding omzetten naar procenten. De 4 en de 100 kennen we, dus daar zetten we een 1 tussenin. We gaan nu van 4 naar 100 in 2 stappen. 4 gedeeld door 4 is 1. 1 keer 100 is 100. In de verhoudingstabel moeten we boven en onder hetzelfde doen. Dus 1 gedeeld door 4 keer 100. En dat is 25. 1 vierde deel is dus 25%. En dat vullen we in.